welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een Hema shoplog voor jullie. Ik heb namelijk laatst weer een bestelling geplaatst online. En vandaag ga ik jullie allemaal laten zien wat ik heb geshopt bij de Hema. Zoals altijd zal alles hier zo onder gelinkt staan in de beschrijving. Mocht je nou ergens interesse in hebben. Ik heb gewoon alles zelf gekocht. Maar zie je nou iets wat je leuk vindt, kan je het hier zo terugvinden. Verder, voordat ik er echt in ga duiken, wil ik even zeggen. Misschien hoor je het al, maar ik ben echt heel erg goed ziek geweest. Super onhandig, kwam helemaal niet uit. En vandaag moest ik ook gewoon echt filmen. Ik ben bijna weer helemaal beter. Maar mijn neus is nog verstopt en mijn keel en zo. Dus ik klink misschien iets anders. Maar het klinkt al in elk geval veel beter. Ik kon normaal geluid uit, zeg maar. Maar vandaag moet ik dus echt filmen. En staan gelijk 4-5 video's op de planning om te filmen. Dus ja, de komende video's heb ik een beetje wat gekkere stem dan normaal. Met dat allemaal gezegd hebben, voordat we in mijn geshopte items van de Hema gaan duiken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in de doos gaan duiken, want ik heb hele leuke dingen geshopt. Als eerste laat ik maar gelijk hiermee beginnen, want hier ben ik super benieuwd naar. Dit is het enige woon-item wat ik heb gekocht. En ik zag deze en ik was gelijk zo van yes, Hema. Ze hebben namelijk op dit moment best wel wat leuke woonspulletjes. Echt heel erg on-trend. En dan voor een Hema prijsje, zeg maar. En ik werd dus op slag verliefd op deze pot. En ik ben hier obsessed mee. Je had hier wel verschillende maten in. Ik weet niet of hier op staat welke maat ik heb. Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik zal wel dus degene linken die ik heb gekocht hier beneden. Mocht je maat willen. Maar ze hadden verschillende opties hier zo in. En ze hadden ook een paar verschillende vormen. Maar deze vond ik gewoon super tof. Met die drie kwabbeltjes zeg maar boven elkaar. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen. Maar ik vond het gewoon echt een hele leuke pot. Mat, wit, porselein of iets. Het is zeg maar materiaal waar je niet mee moet gooien. Hij heeft ook anti-slip aan de onderkant zitten drie van die anti-slip plakkertjes. En ja, hij was gewoon heel erg budget. Ook zie hier dat staat maat M. Volgens mij hadden ze maat S, M en L. En op de website had je echt maten erbij. Maar ja, hoe cute is dit? Ik vond het mega omtrent in de zin van iets wat je nu bij de Primark Home, Zara Home, H&M Home had kunnen zien. En lekker budget. Dus daarvoor vond ik deze heel tof. En ik ben blij dat hij zo netjes verpakt was. Want ik was een beetje bang dat hij misschien kapot zou aankomen. Maar ze hebben hem echt heel netjes ingepakt. Dus dit is het eerste item. Super happy mee. Ik heb zin om hier een plantje in te gaan zetten. Laten we dan wat schoolspulletjes slash kantoorartikelen doen. Het was namelijk eventjes geleden dat ik überhaupt een Hema shoplog had gedaan. Dus toen ik ging kijken bij de nieuwe lijnen, raakte ik op slag verliefd op deze lijn. Namelijk deze hele lijn was in het thema van allemaal schattige diertjes. Met name honden en katten zag je heel veel, maar überhaupt allemaal schattige diertjes. Als eerste hier zo van heb ik dus deze kleine sticky notes. Deze gebruik ik de laatste tijd heel erg met wedding plannen. In mijn planner, als ik bepaalde dingen binnenkort moet doen, doe ik er zo'n plakkertje tussen. En ik dacht, hoe cute is deze daarvoor? Was super budget. Volgens mij was deze een euro of zo, 1,50 €. En hierin krijg je vier verschillende. Een turquoise kleurtje met een lieve heersbeestje erop. Een oranje met een vlindertje. Een gele met een bijtje. En een roze met twee bloemetjes erop en wat gras. Daarvoor echt heel erg leuk. En zoals ik al zei, op slag verliefd. Dus ik heb best wel wat dingen van deze lijn gekocht. Maar dit was het eerste item daarvan. Dan ook de laatste tijd probeer ik best wel weer wat te lezen. En ik zag ook van deze lijn dus de magnetische boekenleggers. Hier krijg je er vier in. Een gele met een bijtje. Een blauwe, lichtblauwe kleur. Met een tekkeltje erop en een vlindertje. Echt super schattig. Een lieve heersbeestje met een oranje. En een roze met een katje en een bijtje. Dit zijn dus echt hele kleine boekenleggers. En nu moet ik zeggen, ik heb helemaal geen ervaring ermee. Ik heb ze wel vaker gekocht. Maar dan denk ik ze iedere keer bij een winactie. Want daarvoor vond ik ze heel leuk. Maar ik hoop dat ze fijn zijn om echt zeg maar een boek te lezen. Ik hoop dat niet dan de pagina's beschadigd. Ik heb er dus nog geen ervaring mee. Dus als jij dat wel hebt, laat me vooral weten of ik hiermee moet oppassen. Want ik ben iemand die ervan houdt om mijn boeken netjes te houden terwijl ik ze lees. Dus beschadigt dit pagina's ja of nee? Laat me vooral weten in de reacties. Maar hopelijk is dat niet zo, want ik vind ze zo cute. Dan ook in deze lijn hadden ze notitieboekjes. Mijn favoriete soort zijn altijd van de Hema. Dat zijn hun A5 ringetjes schriften. Hierin maak ik mijn planningen. Doe alles nog met de hand. Ik vind dat gewoon prettig om dingen zo uit te werken. Dus video ideeën tot en met planningen, tot en met mijn uploadschema doe ik allemaal in zulke soort schriftjes. En ze hadden nu dus deze van deze leuke variant met alle diertjes. En hij is licht pastelroze kleurtje. En hierop krijg je een labrador met, ja, ik weet niet wat het moet zijn. Ik denk een Jack Russeltje of zo. Die hij dus vasthoudt aan de riem. En er staat onder, did someone say walk? Ik vond hem gewoon super schattig. Did someone say walk is in zilver. Reflecteert heel erg mooi. Heeft ook een zilver elastiek om dicht te doen. Zilveren ringetjes. En aan de
binnenkant is het gewoon een simpel lijntjeschrift zoals ze altijd zijn van de HEMA. Echt heel erg leuk. En deze vond ik dus zo leuk dat ik er gelijk 2 heb meegenomen. Volgens mij waren deze even uit mijn hoofd iets van 3 euro. Gewoon de normale prijs van de HEMA. Maar ik vond deze zo schattig. Dus ik heb heel veel zin om deze te gaan gebruiken. Dan zijn we nog niet klaar met deze schattige lijn. Want ik heb namelijk ook, deze kennen jullie ook denk ik onderhand. Deze gebruiken wij heel veel in huis. Dit zijn de to-do kladblokken van de HEMA. En deze maken ze dus iedere keer weer in alle verschillende lijnen waar ze mee uitkomen. En wij gebruiken ze echt in huis voor boodschappen. Schrijven we er allebei op. Of andere shoppinglists die we moeten maken. Of dingen die we nodig hebben in het huis. Schrijven we altijd hierop. En zo zien we van elkaar wat er gebeurt in het huis. En wat al gekocht is en niet. Super handig daarvoor. En deze hadden ze dus ook uitgebracht. Nu in die leuke dierenlijn waar ik echt een sucker voor ben. Hij is lichtroze. En daar onderin krijg je een vogel. En onderin krijg je een vogel en een kat die aan het rekkie strekkie is. Zo noemde ik dat altijd als mijn katten dat deden. Maar die is lekker aan het uitrekken. Echt super cute. Heb ik er gelijk 2 van meegenomen. Deze zijn dus echt heel fijn. Ook als je bijvoorbeeld nou dingen met je werk nog moet doen of met school. Dan is het ook heel handig dat je dit bijvoorbeeld op je bureau legt. En opschrijft de dingen die je nog moet doen. Zodat je het niet vergeet. Of dus voor boodschappenlijstjes zijn ze ook heel chill. En hij heeft überhaupt ook gewoon een schuurrandje hier zitten. Dus je kan het er ook heel simpel uithalen en ergens mee naartoe nemen. En dan als laatste van de cute dierenlijn. Echt als er dieren op staan, dan koop ik het altijd. Ik weet niet of meer mensen zo zijn. Maar dit is een foutje bedankt, want ik heb er namelijk 2 gekregen. En ik had er volgens mij maar eentje in mijn mand zitten. Maar in elk geval, dit is de birthday kalender van dezezelfde dus dierenlijn. Aan de voorkant krijgen we het tekkeltje met een mutsje op en het vlindertje. En er staat birthday kalender op. En deze vond ik gewoon zo schattig toen ik hem zag op de website. Elke maand is dus met andere diertjes erop. Super schattige illustraties vind ik het. En voor de rest zijn ze best rustig en ja, gewoon heel cute. Dus vandaar deze meegenomen. Ik dacht heel leuk voor een toilet of zo. Alleen nu heb ik er 2. Dus ik denk dat ik er eentje bewaar om in een winactiepakket binnenkort te doen. Misschien weer leuk om te doen. Als jullie deze video kijken, als het goed is, staat de grote Disney winactie live op mijn Instagram. Dus als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat vooral even. Je ziet de handle nu in beeld. Daar staat ook altijd in de beschrijving. Maar misschien vind je het leuk voor de volgende winactie om weer een HEMA stationary winactie te doen. Laat me vooral weten in de reacties. Dan even iets totaal anders. Maar ik zag namelijk deze hele leuke spelblikjes bij de HEMA. En die had ik gespot toen ik met mijn vader naar de HEMA ging. Hij had hemden nodig. Waren we naar binnen gegaan. Ik was mijn vader die dag aan het helpen. En toen zag ik deze blikjes staan. Toen had ik er naar lopen kijken. En ik vond dit zo leuk. Uit mijn hoofd. Dus pin me er niet aan vast. Maar volgens mij waren deze iets van 6 euro. 6,50 euro. En ze hadden heel veel verschillende opties erin. Degene die ik dus nu online heb gekocht is. Het is maar een spelletje. Niet voor meelopers, voor oprechte vrienden. Dus dit was de vriendenvariant. Hilarisch gezelschapsspel met 50 vlijmscherpe vragen voor vrienden die er niet omheen draaien. Aan de achterkant staan dus wat voorbeelden. Pas op, dit spel bevat gifsoorten humor uit de buurt van meelopers houden. Staat er wel 18 plus op, dus ik denk dat er ook wel vragen in zitten die niet voor de jongere mensen gewaardeerd worden. Maar ik vond deze gewoon heel leuk. En ze hadden dus heel veel verschillende opties. Voor familie, voor vriendinnen, voor van alles en nog wat. En ze hadden ook best wel wat verschillende soorten spelletjes hierin. Maar deze dacht ik heel leuk om misschien te spelen. Ja, als we vrienden over hebben of mijn zus en haar man en weet je wel, zulke soort dingen. Dan is dit heel erg leuk. Dus ja, voor zo weinig geld dacht ik, ja, dit lijkt me leuk. Leuk spelletje om te kopen. Dus die heb ik erbij gedaan. Ik zag dat ze nu ook online erop stonden. Dus die heb ik gelijk gekocht. Dan ook super random. Maar deze vond ik echt heel erg leuk. Deze hadden ze als zo'n highlight op de pagina. Dat je het gelijk zag. En dit is van HEMA. Zeg maar hun versie van Happy Socks. Die ik echt super leuk vind. En degene die ik dit keer het leukst vond. Die ik zag was de Bonjour croissant versie. Ik vind de verpakking trouwens ook echt gewoon 10 uit 10. Je krijgt een grote croissant erboven met een snoertje en een baret met bonjour. En je krijgt pastelroze sokjes met allemaal croissants eroverheen. En deze zou werken voor maat 36 tot 41. Vond ze gewoon echt heel erg cute. En ze hadden dus allemaal verschillende etenswaren. Ze hadden ook pizza en burgers en zo. Maar qua kleurencombinatie en zo vond ik deze echt het leukste. En ik dacht deze ook mede door de verpakking zou super leuk zijn als cadeautje voor iemand. Dus daarvoor is het ook echt een hele goede tip. Dan ook had ik nog dit notitieboekje gekocht. Dit is de Love Yourself A5 notitieboekje. Hetzelfde idee dus als de vorige die ik liet zien. A5 ringetjes met elastieke band. Maar deze heeft een spiegel aan de voorkant zitten. Er zit nog een Remove Me dingetje op. Maar dan is het dus een spiegeltje. Het is wel fijn dat ze met protectie komen. Voor de rest is die pastel roze met allemaal daisies eroverheen. En er staat Love Yourself aan de voorkant. Een beetje cheesy, maar ik vond het gewoon heel cute hoe die er samengesteld uitzag. En aan de binnenkant gewoon weer simpel lijntjes. Heel
heel erg schattig. Ik vond hem gewoon, ja, cute. Daarom heb ik hem erbij gedaan. Ik vind alles pastel en alles dieren en zo word ik altijd in stationery heel erg toe aangetrokken. Over dieren en pastel gesproken. Vandaar heb ik ook deze sleutelhanger erbij gedaan. Ik zag deze en ik dacht, dit is zo cute. Hij werd op een of andere manier ook bij de kantoorartikelen weergegeven. Ik vind de sleutelhanger niet echt een kantoor. Ja, weet je, je kan het aan je sleutel hangen van je kantoor. Maar dat is wel ver zoeken, zeg maar. Maar in elk geval vond ik hem super cute. Het is een hele fuzzy roze pastel pompom die je dus aan je tas kan hangen. En hieruit komt zo'n vogeltje gestoken met echt een heel derpy hoofd. Wat ik heel grappig vond. En dan heeft hij gewoon een gouden cliphanger of ringhouder. Dus je kunt hem aan je sleutels doen. Je kan hem aan een tas klippen waar ik hem persoonlijk voor ga gebruiken. Dan haal ik die ring er altijd vanaf. Maar daarvoor vond ik hem echt heel erg cute. En hij was ook niet duur, dus... Zulke dingen maken mij altijd blij. Dan ook kocht ik dit setje gummen. Ik kon mijn gummen gewoon nergens vinden. Als het goed is, moet ik er genoeg hebben. Maar ik kon ze echt nergens vinden toen ik ging tekenen. Dus ik heb dit setje gekocht. Ik vond ze heel erg schattig. Helemaal pastel, marble-achtig effect. En dan krijg je twee wit met paars in. Twee blauw met wit. En de ander is een roze. Hele zacht roze met wit. Echt heel erg schattig. Gewoon simpel setje dus van 6. Waren wederom gewoon weer heel erg budget. En ik vond ze wel echt heel cute. Ook weer pastel. Maar ik word hier gewoon heel erg blij van. En ik had het nu gewoon ook echt nodig. Waar blijven gummen? Gummen en puntenslijpers. Potloden blijven altijd waar ze moeten zijn. Maar gummen en puntenslijpers... Volgens mij kunnen ze lopen. En dan weer als laatste. Bij de feestartikelen zag ik deze. En die vond ik echt heel erg tof. Want dit is namelijk een glittergordijn. En deze is 200 keer 200 centimeter in het goud. Maar wat ik dus hier zo tof aan vond. Vaak zijn deze best wel prijzig. Als je bij een partywinkel of iets koopt. Ik heb een best wel budget partywinkel. Waar ik normaal gesproken zeg maar een ballonnen en slingers koop. Maar dit was nog goedkoper. Ze hadden wel twee opties maar. Deze gouden en een zilveren met van die balletjes erop. Die ik niet zo mooi vond. Dus ze hebben wel weinig optie, maar volgens mij waren deze iets van 3,50 of zo. En daarvoor ga je het echt nergens anders vinden online in elk geval. Misschien bij de Action, weet je wel, als ze dat toevallig een keer hebben. Maar daarvoor vond ik het echt een hele goede prijs. En deze hebben we in het verleden wel eens gebruikt, bijvoorbeeld voor een Halloweenfeest en zo. Maar ik gebruik ze ook heel vaak voor foto's, want daarvoor zijn ze zo fijn en herbruikbaar. En je hebt gewoon, je hangt het gewoon op. En het is gelijk een hele leuke, vrolijke achtergrond, zonder moeite te doen. Dus ja, voor dat geld heb ik er gelijk even twee meegenomen. Dat zei echt heel weinig. Normaal gesproken heb je er 1 voor 8 euro, 10 euro. En 3 euro per stuk is wel echt heel erg budget. En gaan jullie ook zeker in de toekomst voorbij zien komen op mijn Instagram. Want daarvoor gebruik ik ze vaak het meest. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer had geshopt bij de HEMA. Niet mega mega veel, maar wel een goed aantal dingetjes. En ik moet zeggen, ik ben heel erg happy met alles. En er zat hopelijk genoeg variatie tussen. Vaak is het bij mij alleen schoolspullen, kantoorspullen. Maar ik had nu ook random dingen zoals spelletjes, feestartikelen en wonen en zo. Maar ik vond echt dat de HEMA leuke dingen had. Dus ik zou zeker ook weer binnenkort een keer echt naar de winkel willen gaan. Want jammer genoeg online hebben ze ook niet de sieraden en zo. En dat vind ik ook altijd heel leuk van de HEMA. Ja, als jullie het leuk vinden, kan ik het in de toekomst weer doen. En dan ga ik gewoon echt een keertje even naar de winkel. Maar ik ben in elk geval dit keer heel erg goed geslaagd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En alles zal dus hier beneden gelinkt staan. Mocht je nou ergens interesse in hebben. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf er wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dat is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!